Nou zeg, het is ongelooflijk. Ik kom net bij die geuf vanavond van de vacaturebank. Ik zeg tegen hem, ik zeg, hallo, ik ben een prinses. Hij zegt, oh ja, ik zeg ja. Hij zegt, oh. Ik zeg, nou, dat komt voor een sprookje. Hij zegt, oh ja, ik zeg ja. Hij zegt, oh. Ik zeg, ik heb er hartstikke zin in. Ik wil er ook graag een prins bij. Hij zegt, oh ja, ik zeg ja. Hij zegt, oh. Dus ik kijk hem zo om. En hij kijkt naar mij en hij zegt, maar is goed luisteren, pop. Er is maar met heel veel concurrentie in jouw branche. Dus je kunt wel maar volgende week even terugkomen. Hallo, doei, doei. Dus ik zeg, oh ja. Hij zegt, ja. Ik zeg, oh. Toen keek hij me opeens goed om. Ik zeg, moet je even goed luisteren. Het is namelijk zo gelegen. Ik ben niet zomaar een prinses. Ik ben een hele speciale prinses. Hij zegt, oh ja. Ik zeg, ja. Hij zegt, oh. Ik zeg, ik ben er niet één, ik ben er twee. Hij zegt, oh ja. Ik zeg, ja. Hij zegt, oh. Nou, zeg, ik kreeg het helemaal zitten. Niet dan ja, toch? Ah, fijn. Ik zeg, moet je goed luisteren, geef. Het is namelijk zo gelegen. Ik ben er echt één. En nee, wacht even hoor. Dan heb ik zelf de tel bij. Wacht even. Ik zeg, ik ben er twee. Hij zegt, mensen, hij zegt, hoe kent dat nou? Je bent er in je eentje. Ik zeg, ja, ho, maar ik wil het wel even uitleggen. Dan moet je even de tijd van mij nemen. Hij zegt, nou, oké. Okay. Ik zeg, het is namelijk zo gelegen. De aarde is rond, weet je nog, weet je niet. Ik zeg, en ik zit aan deze kant van de aardbol en aan de andere kant zit aan mijn voeten vast. Nog een prinses. Hij zegt, oh ja. Ik zeg, ja. Hij zegt, oh. Hij zegt, hoe kent dat? Ik zeg, nou, hartstikke makkelijk. Zij is mij tegenovergesteld. Dat is zeker erg om mijn garantiebewijs. Dus krijg ik een spreukje. Hij zegt, begrijp ik niet. Ik zeg, nee, dacht ik al. Ik zeg, jij bent toch een ambtenaar? Eindje. Eindje tussendoor. Ik zeg, ah, fijn. Ik zeg, moet je even goed luisteren, geef. Het is hartstikke bloedsimpel. Zij is mij tegenovergesteld, dat begrijp je wel. Dus zij is zwart. Weet je niet, zij is negen. En zij is, zeg maar zeggen, echt in alles mijn tegenovergestelde. Dus zij is ook slank, lang, mager, zeg maar gewoon lelijk. Zo een beetje rotkop, weet je niet. En ik zeg, en zij is, zal maar zeggen, alles wat zij heb ik niet en alles wat ik heb zij niet. Dus wij zijn ook echt mekaars tegenovergestelde. Dus mijn garantiebewijs. Dus geef mij nou een spreukje. Hij zegt, oké, nou weten wie wat waar hebben we nu? Hoe kent dat dan? Ik zeg, man, geef, dat is toch bloedje simpel? Ik zeg, het is namelijk zo gelegen. Op een gegeven moment hebben wij natuurlijk even afgesproken in het middenpunt van de aarde. Niet dan, ja, toch, kom, houd het, duurt zo. Ja, dat is toch logisch? Dus het is bloedheet hoor, daar trouwens, maar fijn. En dan hebben wij daar afgesproken. Toen heb ik geprobeerd te overleggen met die vrouw, met die zwarte. Maar ik zeg, ja, dat lukt natuurlijk van geen kanten. Dus ik zeg, weet je wat? Ik zeg, weet je wat wij doen? Dan gaat er mij wel even leugjes trekken. Dus ik heb die leugjes gemaakt, weet je niet. Toen zeg, weet je wat? Voordat we gingen trekken, zeg ik, weet je wat we doen, pop? Ik zeg, dat trek ik wel als eerste, ben jij gelijk van je risicofactor af. Nou, zij begrijpt er ook geen hout van. Daar vond ik wel lachen. Maar ze gingen erbij akkoord, dus ik trek natuurlijk die langste. Ik zeg, nee, dan mag ik als eerste kiezen. Ja, toch niet dan? Ja, zij zegt, eigenlijk wel. Ik zeg, goed zo. Ik zeg, nou, doet mij maar alles. Ja, jij lacht. Maar zij die tering hier, joh. Echt wel. Die zwarte, die kijkt mij aan, wat van die gif-eugies. Ze zegt tegen mij, ja, dan heb ik zeker helemaal niets. Ik zeg, ja, dat klopt. Nou, en? Ik zeg, nou, oprotten naar die andere kant. Dus nou zijn we op hangende peutjes terug. Nou ja, en zijn dus weer een beetje bungelen aan die andere kant van de aardbol. En nou heb ik dus aan deze kant, en ik heb alles echt hartstikke geinig lachen, joh. Echt wel. Nou, die geuf van de vacaturebank, die zegt, wat heb je dan allemaal? Ik zeg, nou man, ik heb een hele grote paleis met alles al op en dan ertussen. Hele grote tuin en zo, ik heb alle infrastructuur. En hij zegt, wat heb zij dan? Ik zeg, nou eigenlijk helemaal niks, gewoon een boomhut in de jungle. Hij zegt, oh ja, ik zeg, ja. Hij zegt, oh. Hij zegt, en verder dan? Nou, ik zeg, zo is gewoon goed geregeld, niet dan. Ik zeg, dus wil ik graag een spreukje. Ja, hij zegt, dat snapte ik nou niet. Waarom krijg jij nou een spreukje? Hij zegt, nou, geef, dik net toch eens na. Ik zeg, er bestaan helemaal geen spreukjes voor negers. Hij zegt, oh nee. Ik zeg, nee. Hij zegt, oh. Ik zeg, dus, laten we maar wel even beginnen. Ik zeg, niet, want zij zit nou de neus te vreten, weet je niet. En dan mag ze nog hopen dat er wat in zit. Ja, want wij natuurlijk ook al het eten, al het werk en al het geld en zo. Dus ik heb het hartstikke voor elkaar. En een spreukje met een leuke, geinige hallo. Het wordt druk bij de vacaturebank, hè, Pees? Zeker ook op zoek naar werk? Nou, ik ga het even gewoon door. Gezellig. Doei.